We zijn van oudsher schoolsportcommissie Leiden. Maar we gaan uit onze voegen barsten qua gemeente. Dus we gaan naar de randgemeentes. En daar hoort een nieuwe naam bij. Na 75 jaar heet de organisatie die voorheen alleen de Leidse schooljeugd kennis liet maken met verschillende sporten, Schoolsport 071. En dat betekent dan bijvoorbeeld voor Zoeterwoude die al meedoen, dat kinderen op scholen in Zoeterwoude, dat die mee kunnen doen met onze schoolsporttoernooien, maar ook met de schoolsportcursussen. En misschien kunnen wij ook wel aan Zoeterwoudse verenigingen vragen. Goh, hebben jullie misschien wat aan te bieden? En zo helpen we elkaar. Aan het begin van het traditionele schoolvoetbaltoernooi laat de splinternieuwe mascotte van Schoolsport 071 zich voor het eerst zien. Aan de kinderen de uitdaging om de Leidse leeuw een passende naam te geven. Bob. Dilly. Dat valt nog niet mee, maar de leerlingen van groep 7 en 8 waren er dan ook voor iets heel anders. Voetbal. Ik ga proberen te winnen. Wij gaan mee voetballen met het toernooi en we gaan iedereen inmaken. We proberen natuurlijk te winnen en we zitten in groep 7. Ik zit zelf ook op voetbal en het is gewoon wedstrijdjes. Dus... Gewoon goed samenwerken en gewoon tiki-tak en dan gaan we kijken hoe het gaat. Gewoon tiki-tak dus. Dat ging de meeste deelnemers goed af. Maar de naam van de mascotte? Weet ik niet. Ja, Zuid de Orca. Wat is Zuid de Orca? Ronaldo doet altijd Zuid als hij scoort. En Orca is onze meester lievelingsdier. Dus hij moet Zuid Orca eten. Zuid de Orca. Ja, Zuid de Orca.